Hey, welkom in deze visualisatie waarbij dat ik een kristalmeditatie met jou ga doen. Deze meditatie kan je gebruiken om inzichten te krijgen en antwoorden te ontvangen met betrekking tot een bepaalde situatie, tot een bepaalde keuze dat je moet gaan maken. Dus voor deze meditatie is het belangrijk dat je een kristal kiest die je wenst te gebruiken bij deze meditatie. Dus mocht je dat nog niet binnen handbereik hebben, zet dan even de meditatie of deze audio op pauze. En dan kan je zo dadelijk verder gaan. Eenmaal dat je een kristal gekozen hebt, dan zorg je ervoor dat je ontspannen gaat gaan zitten of gaan liggen. En je houdt de kristal vast tussen je duim en je wijsvinger. Mocht je twee dezelfde kristallen hebben, dan kan je in elke hand één vasthouden. Bijvoorbeeld bij spinnenweb obsidiaan werken die vaak in paren en is het interessant als je dan er twee hebt om in elke hand één vast te houden. Werk je slechts met één steen, dat kan natuurlijk ook, houd dan de steen vast in de hand waar je mee schrijft. Dus eigenlijk de dominante hand en dat is ook de hand waar je uiteindelijk energie mee stuurt, mee geeft. En als je dat wenst, kan je dan je andere hand over je dominante hand leggen. Of gewoon je beide handen laten rusten op je benen of op je buik. Of zodanig dat je comfortabel ligt en dat je het eventjes toch zo kan blijven zitten. Zorg dat alle stoorzenders uitstaan, aan de kant liggen. En dan sluit je ogen wanneer je klaar bent. Focus op je ademhaling. En blaas stress en spanning uit. En adem ontspanning in. Doe dat een paar keer heel bewust. En laat ondertussen alle afspraken van vandaag, alle zorgen die je hebt, alle to-do's op je lijstje, laat dat allemaal even los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in de ontspanning en in de rust. Nu is het even tijd voor jezelf. Voel hoe de energie door je armen en je benen stroomt. En laat alles wat je niet meer hebt, niet wat je nodig hebt, alles die ballast is, laat het via je benen wegstromen naar de aarde. En voel ook hoe dat die energie alles meeneemt door je armen en je benen. En dat je als het ware gedetoxed, gezuiverd wordt. Adem nogmaals in en laat je buik boller worden. En adem uit via je mond. En je kan dat zo doen zodat je in vier tellen inademt. Even je adem vasthoudt gedurende drie tellen. En vervolgens weer zachtjes hoorbaar uitblaast in vier tellen. Dit noemen ze de kosmische ademhaling. Doen we nogmaals vier tellen in. Drie tellen vast. En dan vervolgens weer vier tellen uit. Breng dan je aandacht naar de kristal of kristallen in je hand. En verbind je met de energie van de kristal. Het kan zijn dat je de tintelingen voelt in je hand. Het kan zijn dat je energie voelt stromen naar je handen. Of vanuit de steen naar je handen. En geef ook toestemming aan de kristal om door je armen en je beenkanalen te stromen. En voel even met je aandacht waar de energie overal naartoe gaat.
Laat alles gebeuren. Blijf rustig in- en uitademen. En vraag vervolgens aan de overziel van de kristal waar je de kristal van dienst mee kan zijn. Luister of de kristal een boodschap voor je heeft. Indien je een specifieke vraag hebt, kan je die vraag ook stellen aan de kristal, aan de overziel van de kristal. Let op beelden, kleuren, vormen, woorden, gevoelens die je krijgt. Laat het gebeuren. En blijf rustig ademhalen. Inademen via je neus, uitademen via je mond. Ik geef je even de tijd om te luisteren naar de boodschap. Wanneer je klaar bent, bedank je de kristal en vraag je dat de essentie, de energie van de kristal, teruggaat naar het kristal. En vraag dat jouw energie terugkeert naar jouw essentie, naar jouw lichtlichaam. Kom vervolgens terug in je lichaam, laat je vingers en tenen wiebelen en zeg 3 keer in jezelf: ik ben. Gevolgd door je eigen naam en voornaam. Kom volledig terug in je volle bewustzijn en open je ogen.